De Omicron-variant van het COVID-19-virus is niet geregistreerd in Suriname, zegt gezondheidsminister Amara Madin in een gesprek met onze nieuwsdienst. De bewindsman stelt dat het gelukkig zo is dat de Surinaamse samenleving nog niet is geconfronteerd met de besmettelijke versie van het virus. We moeten niet in paniek zijn hoor, hoe kan zo Omicron in Suriname zijn? Niemand moet panieker worden. Want zo hebben we ook Delta gehad en Manaus en daarom is het belang van vaccineren, toch? Ja. Met alleen de mensen die nu niet gevaccineerd zijn, moeten een beetje panieker worden. Want het blijkt dat veel besmettelijker is. Dus als je gevaccineerd bent, ik bedoel, je kan nog steeds besmet raken. Maar je komt er wel bovenop. Ramadin stelt verder dat geen enkel land de grenzen volledig zal sluiten om besmettingen te voorkomen. Omdat personen de grenzen illegaal oversteken via land en water op de meest onopmerkelijke manieren. De minister benadrukt dat het voorzorgsbeleid steeds beter moet worden aangescherpt om zaken te voorkomen. Je weet nooit of het een variant weet je pas als je kan sequencen. Dus pas als je die sequencing doet, het genietonderzoek, dan pas kan je zien. Maar het beleid wordt inreisbeleid is dusdanig gemaakt dat je het risico op de import van een COVID-positieve in het algemeen vermindert. Want uiteindelijk moet je toch positief zijn om te praten over eventuele varianten. De bewindsman stelt dat de totale samenleving zich gaat moeten aanpassen bij de komst van Omicron, zoals dat bij de Delta en Manaus variant het geval was. Het blijkt dat varianten mensen niet afschrikken. Volgens het internationale nieuwsagentschap CNN bleek in eerste instantie dat de Omicron-variant voor het eerst is geregistreerd in Zuid-Afrika. Maar nader onderzoek wees uit dat de variant in Nederland zelfs al eerder voorkwam. Wetenschappers onderzoeken nu als Omicron dodelijker is en wat de effecten zijn op het COVID-19-vaccin.